Stephen Bunting is aangewezen om te beginnen zo dadelijk aan de wedstrijd tegen James Wade. En dat betekent dat zo dadelijk zijn officiële debuut op de Premier League zal beginnen. De man die maar blijft stijgen op de wereldranglijst. Inmiddels na het WK op de 24e plaats aanbeland. De Masters was hij dientengevolge niet bij, want daar deed alleen de beste 16 van de Order of Merit aan mee. Doet hij volgend jaar wel mee, hoor. Dat vermoeden wij wel, ja. En James Wade, die al sinds 2004 bij de PDC gooit, deed in 2008 voor het eerst aan de Premier League mee. En inmiddels is dit zijn zevende deelname. Was er sinds 2008 tot en met 2013 elk jaar bij. Vorig jaar werd hij even kalt gesteld door de PDC. Even tot rust komen. Heeft hem goed gedaan. Hij heeft hem heel veel goed gedaan. Maar ik ben wel benieuwd hoe gretig James Wade dan nu dit jaar is om echt orde op zaken te stellen. Om die top 4 te halen en een beetje schade aan te richten in de Premier League. Ja, zoals hij dat wel eerder gedaan heeft al. Hij deed in 2008 dus voor het eerst mee. Toen kwam hij ook meteen in de finale van de Premier League, waarin hij verloor van Taylor. Het jaar later haalde hij weer de finale, won die van Mervyn King. En ook in 2010, dus 3 jaar op rij, stond hij in de finale, maar verloor die nog eens een keer van Phil Taylor. Ja, 2-9, dat is die finale, ja. En een gemiddelde van 111,66. Overigens, over gemiddelde van Taylor gesproken, dat gemiddelde van de partij die hij zojuist verloor van Gary Anderson was zijn hoogste verliezende gemiddelde ooit. Kijk eens aan. Het is toch weer een noviteitje voor Taylor. Precies. Ja, we zien het mooi in beeld als de pijlen wat van dichterbij bekeken worden. Kijk, hier zien we dat goed. Die nieuwe darts van Stephen Bunting met dus die dimpelgrip. 12 gram waar hij mee speelt. Ja, gelukkig voor iedereen. Ze zijn er ook in wat zwaardere gewichten. Want 12 gram als beginner, om daarmee te beginnen, zou ik zeker niet aanraden. We zijn er ook in 17, 21, 23 gram. Nou ja, goed. Ik zeg altijd maar zo. Voor meer informatie gewoon even naar de shop gaan. Daar kunt u ze van dichtbij bekijken. Ja, als je voor het eerst met pijlen van 12 gram gaat gooien, wat gebeurt er dan? Dan komen ze in tapijt, denk ik. Ja, of in het plafond. Een van de twee. Maar als je begint ergens tussen de 21 en de 23 gram, dat is het meest veilige. Bunting begint met 170 naar de bullseye toe. Eerste leg Premier League ooit? Nee, niet met 170 besloten. Zou ook nog een kunstje geweest zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat hij niet de 15 darts uit is. Maar Wade gooit niet de twee triples die hij nodig heeft. 16, 7 apart, 25. En dus zien we Bunting terug voor 9-8. En nou, doet hij het dan maar in 17. Ja, Wade was heel goed aan het einde van vorig jaar. Ging met een goed gevoel richting het WK. Maar ja, het WK kwam hij in de tweede ronde tegen Stephen Bunting uit. En die wedstrijd verloor hij. En daarmee is ook eigenlijk een klein beetje het goede gevoel verdwenen. Want ook op de Masters vorige week kon hij niet echt potten breken. En voor een man die toch veelal op zijn gevoel speelt, want dat is James Wade wel, is het dan maar weer afwachten hoe hij daarmee omgaat. Toch over die pijlen van Bunting nog even gesproken. Ik kan me wel voorstellen, ik weet niet of het zo is, dat door die, ja, er zit natuurlijk toch een iets ander profiel op de barrel, dat er ook weer een iets andere luchtwerveling ontstaat. En dat die pijlen daar dan toch weer iets anders vliegen. Nee, natuurlijk is dat. Het is altijd een risico om met nieuw materiaal te gaan gooien. Zeker als je de vorm of de grip verandert op je barrel. Want dat is waar je die pijl vasthoudt. Tenminste, 9 van de 10 spelers houden de pijl daar vast. Ja, op het moment dat ik dat zeg, gooit hij natuurlijk 180. Hè? Ja, uiteraard. Dat begrijp je. Ja.
Maar het is met name op momenten waarin je het moeilijk hebt in een wedstrijd. Hè, dan ga je heel snel in je gedachten denk je van ja, zal het niet aan die pijlen liggen? Die darters hebben allemaal het gevoel dat het nooit aan hun ligt. Dubbel 12 voor Wade. Ja, voor een 101 hè? Ja, daar zijn we nog niet heel erg mee verwend vandaag met hoge finishes. Dus schrijven we deze 101 voor een 15-30 graag op. Nou ja, 145 van Gerwen, 138 van Lewis. En een keertje 100 van Peter Wright, dat was het voor vandaag. Dat moet nog beter kunnen. Ja, Bunting kreeg de uitnodiging voor de Premier League. En ik kan me zo voorstellen dat hij in ieder geval met een hele dikke rode stift omcirkeld heeft in zijn agenda 19 februari. Want 19 februari, dan wordt er gespeeld in de Echo Arena in Liverpool. En daar komt Bunting vandaan. Hartstochtelijk fan van de plaatselijke FC. En daar gaat hij gooien tegen Phil Taylor. Hoe kan dat zo toevallig uitkomen? Taylor die volgende week Adrian Lewis treft. Als we in Bournemouth zijn. 100. Steven Jupal, 130. Bunting zal dan gooien tegen Van Gerben. En Wade tegen Kim Huibrechts. 121 voor Wade. Dat is voor de break. Triple 17 en Bullseye. Ja, dat is de triple 17. Bullseye voor Wade. Zo, dat is verder vandaan zeg. Samen zijn tweede finish boven de 100 hebben kunnen opleveren. Ja, want 101 is ook boven de 100. Bunting voor tops. Bunting voor dubbel 10. Dat zit er nog wat ver vandaan. En dat zit, ja, dan heb je niet echt een marker natuurlijk. Dan moet je echt heel goed gaan mikken. En Wade profiteert. Viert feest. Ik denk dat hij zich realiseert dat hij dat misschien zo onder de neus van Bunting toch iets te uitbundig doet op dat moment. Hij maakt er in ieder geval heel snel een eind aan. Ja, binnen is binnen hoor. 93. Kijken we naar de onderlinge ontmoetingen. Dan hebben we het altijd natuurlijk over wedstrijden tijdens het televisietoernooi. Grote televisietoernooi. Grote televisietoernooi. Dan zien we drie ontmoetingen staan waarvan twee gewonnen door Bunting en door Wade. Wade won nog op de UK Open in 2012. Maar 2014, de laatste 16 Grand Slam, was het Bunting die met 10-8 won. En natuurlijk op het WK in de tweede ronde. Dat was het mooiste affiche, het grootste affiche van die tweede ronde. Daar won Bunting ook met 4-1 in sets. Bunting als eerste op een finish, de hoogst mogelijk in de leg die Wade begonnen is. Dus had Wade het hier misschien wel iets beter moeten wegzetten dan hij deed. Maar goed, de eerste pijl gaat er mis voor Bunting. Die moet het dan ook nog goed wegzetten natuurlijk, maar die gooit geen triples. En die blijft ook boven de 100 steken. Triple 17 zit erin, dus het zou kunnen, die 103 voor James Wade. 112 voor Bunting. Zelfde soort finish als die van Wade. Je hebt een triple nodig met pijl 1 of pijl 2. En voor Bunting, er is maar één mogelijkheid, triple 20. En dan gaat helemaal naar links om hem eroverheen te krijgen. Eroverheen gaat hij wel, maar niet in de triple. James Wade, 16.
Pijl nummer 17 voor Wade is onderweg en hangt erin. En dat betekent geen 2-2, maar wel een 3-1 voorsprong voor The Machine. De huidige nummer 6 van de wereld. Nog steeds, want daar is niet zo veranderd na de Masters toernooi dat niet meetelt voor de Order of Merit. Die gelijk staat aan de wereldranglijst. U weet, bij darts gaat het op basis van verdiensten over de afgelopen 2 jaar. Dus het laatste toernooi dat er onlangs bij iedereen afgehaald is, de verdiensten daarvan, was het WK van 2013. Allebei zo rond de 94, 95 gemiddeld. 100. Dus daar zit het verschil niet in voorlopig. Het zijn voorlopig die gemiste dubbels in de derde leg die Bunting duur zijn komen te staan. Een nieuwe kans voor Wade op die 170. Die gooit wel de triple met de eerste pijl. En ook met de tweede pijl betekent dat de bullseye overblijft voor James Wade. Nog een break. Nee dus. Deze moet erin. Deze gaat erin. Nou, James Wade is al de man die het vaakst de 170 finish in de Premier League heeft gegooid. Wist hem al 5 keer te raken. Eigenlijk ieder jaar gegooid, met uitzondering van 2006. De maximale finish, maar ja goed, we hebben natuurlijk ook wel wat weken te gaan. Het is wel al 2 jaar geleden dat we nog eens een 39 hebben gehad in de Premier League. 2012, Simon Whitlock. 3 jaar geleden dus. Ja goed, 2 jaren zonder, laat ik 13 en 14 zonder. Ja. Deze leek gelijk op, dus dat is, blijft voorlopig het voordeel van James Wade. Die dan nu niet op de finish komt door slechts 60 te gooien. Bunting gaat een geweldige finish overlaten. Die gaat zelfs een heel aardige finish overlaten. Op de vierkante centimeter. Dan kan hij dus ook met deze pijlen. Boel voor Bunting. Is gegooid. 19. En dubbel 6. Steven Bunting. Jazeker. Bunting met een 94 finish. Pakt hij de break terug. Wil hij deze wedstrijd winnen, zal hij Wade natuurlijk nog een keer moeten breken. Wil hij hem gelijk spelen minimaal, als in ieder geval het houden van zijn eigen legs vanaf nu voldoende. Nou, je ziet in ieder geval wel dat de debutanten geen angst hebben om de Premier League te spelen. Dat had Huibrechts al niet tegen Van Gerwen. Die speelde echt wel goed. Maar goed, hij verliest hem dan weliswaar. Maar dat kan natuurlijk gewoon gebeuren in de Premier League. Ook Bunting staat gewoon goed te gooien. Terwijl dit toch ook voor hem iets unieks is. Hij heeft ook nog nooit in zo'n grote zaal voor zoveel mensen gespeeld. Bijna 100 gemiddeld voor Bunting. Nou, kijk eens. En zo begint de Premier League 2015 alvast weer fijn. Goede wedstrijden. Hoog niveau. Leuk nog eens allemaal.
spelers die van een beetje doorgooien houden. Dat moeten we ook wel concluderen dit jaar. Wade die iets meer mikt dan Bunting. 136, nog 76. Nog 56 en dan blijft Tops dus over. En dan heeft Wade weer 170 staan. Ja, ik zeg Wade die iets meer mikt dan Bunting. Hij doet het gewoon ietsje minder snel, want Bunting moet natuurlijk ook hartstikke goed mikken hè, met die hele lichte pijlen. Die vliegen niet zomaar uit, joh. Maar nu staat Bunting dan wel weer op voorsprong. Pak je drie legs op rij nadat Wade hetzelfde gedaan had daarvoor. Met die allereerste leg gewonnen door Bunting zijn we uitgekomen waar we nu zijn. 100. En hij mikt vrij aardig. Hij mikt zijn tweede maximale score erin. Tweede van de wedstrijd ook. Doordat de tweede beurt van Bunting niet zo goed is, blijft nu toch weer het initiatief bij James Wade. 100. Ja, die heeft nu drie legs op rij verloren. Het wordt ook wel weer tijd voor Wade om een eigen lekje te houden. Bunting gaat weer naar de triple 19 toe. En die pakt hij toch wel heel makkelijk hoor. Gewoon weer 171. Ja, en weer op de vierkante centimeter. Dan heeft hij dus een keer 180 en een keer 171 gegooid in deze leg. 96, met een 58 tussendoor en dan sta je naar 9 toch op 92. Dus gaan we weer naar de bol. Die wordt gemist. Triple 18 is dan dubbel 16 over. Die wordt ook gemist. En dan krijgt Wade de kans op 105. Dit is wel de kracht van James Wade. Dit soort finishes gooien. Vaak gooit hij dan met zijn eerste pijl die triple 20. Doet hij nu niet. Dan moet het via triple 15. Komt hier een 105 finish na die 101 van de tweede leg? Nee. Ja, een buitenkantje voor Steven Bunting. Om afstand te nemen. Echt afstand te nemen. Ietsje meer naar links. Ja, dat is net te weinig. Dat er daar nog één tussen past, zeg. Dubbel 10 voor Wade. Die kent hij goed. En het is 4-4. Gemiddelden in het verloop van deze partij toch wel omhoog gekropen hoor. Bunting op 100, Wade op 97. Zij hebben allemaal waar voor hun geld gekregen, want ze hebben weer een aantal prachtige partijen gezien vandaag. 16. Het duurde mede even voordat de first director in volliep, omdat er nogal een verkeerschaos buiten was. Al die mensen die hier naar binnen wilden. Nu is het de leg van Bunting en 140. Komt hij in ieder geval op een finish, maar dat is een bijna hetzelfde getal als dat van Wade. Wade begint weer goed. Tweede er net onder, dus weg finish.
Ja, ja. Ja, dat lijkt van mijn ding, hè? Zeker, en die staat op 142. Er is ook niet 1, 2, 3 gedaan. Wel 1. Ook 2. Maar niet 3. En dan kan Wade weer op voorsprong gaan komen. Door het gooien van dubbel 20. En dan kan Wade weer een serie van 3 legs achter elkaar maken. En opgaan voor zijn eerste punt. Dit jaar in de Premier League. Ja, dit is ook wel een van de redenen waarom James Wade het altijd zo goed doet in de Premier League. Hij is gewoon heel moeilijk te verslaan. Altijd bijt hij zich vast in die wedstrijden als hij er zin in heeft. Hè? Als hij er zin in heeft. Ja, na die 3 finales op rij, tot en met 2010. Toch ook weer halve finales gehaald in 2012 en 2013. Daar is Bunting. Ook een maximale score voor de Bullet. Zijn derde. Ja, Wade heeft wel het initiatief gewoon nog steeds. En Bunting vergooit deze beurt. Komt niet op een finish. Had eigenlijk weer zo'n maximale score nodig gehad. Ja, dat is het een beetje met Bunting in deze. Het is al een beetje up and down. Als die eerste pijl goed zit, dan zie je dan vallen de rest van die triples dan makkelijk bij. Maar als het zoeken is, dan is het ook echt zoeken. Voor het punt. Want zover zijn we inmiddels alweer. Wade. Triple 18. Niet gegooid. Dus mag Bunting ook nog een keer 170 proberen. Nee. 57, James Jupiter 40. Hij is 5 uit 11 op zijn dubbels, Wade. 5 uit 12. En hij heeft zijn eerste punt binnen. Ja, dan wordt het nu voor Bunting alles uit de kast om ook nog een puntje te pakken. Deze leg zelf houden en dan de volgende leg Wade breken. Het klinkt heel makkelijk. 16. Dat is die daar helemaal rechts aan die hockey staan. 96. Kennelijk de stand waar zijn arm in staat. Ik ben ook rechtshandig. Dan wil ik mezelf totaal niet vergelijken met Steven Bunting. Maar als ik ga gooien, dan merk ik altijd dat ik een afwijking naar rechts heb. Dus dan moet ik een beetje links gaan staan. 100. Snap je het nog? Ja, ik zit even te denken, maar dat zeg je verkeerd. Nee, of je doet het verkeerd. Ja, kijk, als ik recht voor triple 20 ga staan, ja, dan gaan je pijlen naar rechts. Dan gaan mijn pijlen naar rechts. Dan dus moet ik wat naar links? Nee, dan moet je naar rechts. Moet ik dan naar rechts? Ja. Heb ik het altijd verkeerd gedaan. Kijk. Nou, kijk, dit is meteen een leuke tip voor de beginnende darter. Je moet thuis toe naar het punt waar je de afwijking hebt. Daarom is het nooit wat geworden. 94 voor Bunting. En 40 zo dadelijk voor de Bullet. Om in ieder geval 6-5 te maken vast. 93. En hij heeft er de tijd voor. Ja, hij heeft ook nog wat tijd nodig. Zijn dubbels lopen wel wat minder dan die van Wade. Ja, dat kun je dan toch een klein beetje toeschrijven aan vertrouwen in het materiaal. 85, Stevie Ripper, 20.
Ja, het is niet vanzelfsprekend bij Bunting vandaag. En dus mag Wade voor de volle winst. Ruimer dan die had gedacht waarschijnlijk. Triple 18, dubbel 16. Nee, kiest voor de triple 20. Maar gooit hem niet. 82, 7 dubbel 5. Nee, hij gaat voor dubbel 2, dubbel 4. Dat zeg ik, 2 dubbel 4 natuurlijk. In ieder geval, dat is het belangrijkste. Maakt hij die 6-5 en nu nog die break. Allebei geopend met 140. Nu Wade met 100. Daar heeft Bunting nog een triple voor nodig nu. Maar die komt er niet. En dan is deze eerste avond in de Premier League bijna voorbij. Bunting heeft triples nodig, heeft heel veel triples nodig. En pakt er in ieder geval weer een aantal, met name weer dus bij die triple 19. Wade gaat 161 niet uit. Maar wat laat hij over? Boel eraf, boel eraf. Wordt nog spannend dit. 6-6 of 7-5. Dit zou meteen de hoogste finish van de avond kunnen worden, maar de triple 19 valt niet. 99, James Dubois, 96. Ja, die is ook nog niet zomaar uit. Hij heeft toch een triple nodig of twee dubbels. Wat gaat hij doen, Wade? Triple 20 is dubbel 18. Nee, nu gaat hij denk ik voor dubbel 18 en tops. Probeer het in ieder geval. 66. Om een punt te kunnen vergaren in zijn eerste Premier League optreden ooit, moet Bunting 68 uitgooien. Dubbel 16 en hij gooit hem. Stephen Bunting op de valreep. Pakt hij nog dat punt in de First Direct Arena in Leeds. En daarmee hebben we tegelijkertijd ons eerste gelijkspel van dit jaar. Stephen Bunting tegen James Wade eindigt in 6-6.